Papa, vandaag gaan we de eerste lastermissie doen. Ik heb al auto's gepimpt. Met deze gaan we het niet doen. Deze is te mooi. Dus ik zet even waypoint naar Michael's huisje. Ik heb even Michael een klein baardje gegeven. Kijk toch nooit naar. Waarschijnlijk ik deel het mijn auto. Serieus, dat klein spiegeltje houdt mij gewoon tegen. The guy who pays the bills is here. We gaan met deze wagen. Het is een klein beetje traag, maar... dat vergeet ik wel dat ik dan die tassen heb. Lester, helemaal daar. Peertje, Moeke, Peertje, Piepje,
straatslang. Ik had beter er al heen kunnen rijden, voordat ik hem startte. Of ik had met de taxi kunnen gaan. Ik heb toch $140. Dat is denk ik ook veiliger geweest voor de mensen. Even de bocht afsnijden. Hier is een auto. Oh yes. Daar reed een auto, daarom remde ik af. Maar toen zag ik. Toen was ik ze kwijt, de polypen, de popels. De popels. Dat ook. Thank you.
denken aan de Rainbow Green Gallant. Go to the Live Invader office. Ja, ik ga mijn andere open. De volgende die eraan komt is een bus. Die wil ik niet. Een motor. Dat is nog beter zelfs. Ik heb nog altijd geen popo of 16 meer aan. Ik wist niet dat motor zo ver kon liggen. En serieus. Dat is hoe slecht ik mijn brommer kan rijden in GTA. Hij kan het tegen de speed. Hier is de lijn. Precies voor de missie te starten. En bam, deze muur. Ik denk dat ik in de volgende video de missie wil doen.